Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Wij hebben echt iets stoms gedaan. En ik ben weer terug. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben helemaal weer terug. Ik had hiervoor een hele leuke video opgenomen met alles erop. Toen waren we nog buiten, alleen die video is mislukt. Want ik had mijn microfoon blijkbaar niet aanstaan. Maar we zijn weer terug. Hey! Alleen we zitten in de gevangenis, want de eigenaar van dat plot die moet komen om ons eruit te laten halen. Alleen dat ging niet, hij was niet online, dus nu moeten we blijven zitten. En wachten tot hij er is. Nou, puntje bij paaltje, we zitten hier in de cel. En ik ben natuurlijk ook weer niet alleen. Hi. Hey. Maar ik dacht, we gaan eventjes hier gewoon een beetje erin zitten. En dan weet hij ook wel een beetje wat er gaat gebeuren. Ik ben dit is niet afgesproken met de staf trouwens. Nee, absoluut niet, want ik kan ook niks openen. We hebben gewoon al het spul. We worden er zo snel mogelijk uitgehaald of binnen 2 dagen. Dus misschien zie je die tweede video nog wel in de gevangenis of dat we eruit mogen. Dat gaan we wel zien. Nee, in ieder geval wat er is gebeurd. Wij zaten dus in een huisje gewoon. Alleen alle huizen waren op lock. Dus alle deuren zaten op lock. Dus we konden er niet meer uit en we hebben dus een baan. Wij zijn farm. Ja, dat weet ik, ja. Maar in ieder geval daarin... hiervoor heb ik natuurlijk al misschien 2,5 maand niks geüpload. En dat begrijp ik. Het is heel vervelend. Heel veel abonnees zijn er ook weer weggegaan. Ik ga nu elke dinsdag en elke vrijdag ga ik een video uploaden. Dus elke dinsdag een Mytopia video. Elke vrijdag een andere soort game. En Mytopia is gewoon eigenlijk een normale serie. Dat is gewoon door aan het gaan. Alleen een andere game wil ik gewoon elke keer verschillende games gaan spelen. Een beetje kijken wat een beetje leuk is. En misschien ooit dat als extra serie erbij toe gaan voegen. Nou, wat we eigenlijk meer ook gaan willen doen, is ook het roleplay weer verder erin gaan brengen. Dus misschien uiteindelijk een eigen huisje gaan starten, een eigen winkeltje, of weet ik veel wat. Dat zien we allemaal in de toekomst, want ik heb bijna al 700k nu. Ik heb een rank gekocht op DDG, dus ik wil eigenlijk ook nog heel veel in gaan leveren. Maar ja, je zit in de cel, dus je kan niks. Alsnog, niks strafbaars gedaan. Wij allebei niet. We hebben allebei een positief VOG. En we hebben nooit wat strafbaars gedaan. We zijn ook niet in contact met politie geweest hierop. Dus dit is de eerste keer dat ik in de gevangenis zit. Is wel leuk. Nee, geitje. Nu ben ik gelijk. Klein spoiletje misschien. Is ook denk... Nou, denk ik. Wordt ook... Maar wat ik nog meer wil zeggen, jongens... Ik weet het, ik ben natuurlijk al zoveel maanden, of 2 maanden, al zoveel tijd al niet online geweest met een nieuwe video. Ik zat zelf niet lekker in mijn vel. Ik heb afgelopen vrijdag heb ik mijn tante helaas moeten begraven. Die was helaas overleden. Helaas van een hele jonge leeftijd, 62 jaar, door een hartstilstand. Ik vind het echt heel jammer. We misten haar ontzettend heel erg. En het is gewoon niet heel leuk. Maar dat daarbij, ik ga weer lekker knallen. Ik ga deze video's wel vooruit werken. Dus dit is de eerste video. Ik ga nog 5 video's hierna maken. Dus er komen nog 3 Mytopia video's. En nog 3 verschillende andere video's. En dat is dus omdat ik op vakantie ga. Willen jullie nou op vakantie video's? Laat het weten. Misschien kan ik het wel maken. Of, waarschijnlijk hoop ik dat ik binnenkort een gaming PC heb. Dat hoop ik. Zodat ik heel misschien die video's van Noah, dat het toch door kan gaan. Maar dan door mij. Ja. Dat zie ik ze opneem. En zie je trouwens op de taplist staan. Zeg even hi tegen jullie. Allemaal shout-out naar al deze mensen die hier op de taplist zijn. Echt een shout-out naar ze. Maar ik hoop dat jullie nu even wat meer informatie hebben. Het wordt geen grote video. Misschien plak ik er nog een stuk parcours achteraan. Moeten we even gaan kijken, want dat lijkt me wel leuk. Dus dat zouden jullie dan voor mij nu zien. En als jullie dat niet zien, dan is de video afgelopen. Maar dat zie je wel. Nou, laat dus.